een simkaart tegen pesten. In Engeland bestaat hij al en hij komt nu misschien ook naar Nederland. Met deze kaart krijgen ouders controle over jouw mobiel. Zo kunnen ze bijvoorbeeld lezen wat je sms't of je internet uitschakelen onder schooltijd. Wat vinden jullie hiervan? Ik denk wel dat die simkaart gaat helpen, want dan kunnen je ouders lezen wat je hebt geschreven. Ja, ik denk dat het gaat helpen met het pesten, want altijd wordt er met chatten of zo, of met sociale media, wordt er altijd gepest. Het is best wel belangrijk dat je ouders weten wat je doet op je telefoon, want straks doe je verkeerde dingen die kinderen eigenlijk niet mogen zien. Het is misschien wel handig, maar ik denk dat kinderen dan ook wel denk weer een andere manier vinden om het via iets anders te doen. Via Facebook of Twitter of zo, dat kunnen ze je ook weer. Ze kunnen, of gewoon zo, als ik tegen je praat, ook zo kunnen ze net ook zeg maar tegen je ja, gemeen doen. Als je hebt gezet, iets ergs of zo, dan kan je het ook weer wissen. En als je moeder daarna wil bekijken, dan ziet ze het ook niet. Wat is jouw mening? Ben je voor of tegen de simkaart? Stem nu op de poll op de Basta Hive.